consument zoekt steeds vaker naar voeding met meerwaarde. Die meerwaarde kan gecreëerd worden door enerzijds duurzamer te produceren of anderzijds nog grotere inspanningen te leveren in zaken dierenwelzijn. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro bekeek samen met enkele partners de situatie in de pluimveesector. En die onderzoekers ondervonden dat er op de Vlaamse pluimveemarkt marge is voor een nieuw soort kip. Specifiek een meerwaardekip, die zich op vlak van dierenwelzijn, duurzaamheid en prijs bevindt tussen een reguliere kip en biokip. Vanuit verschillende enquêtes zagen we eigenlijk dat de consument bereid zou zijn om een meerprijs te betalen voor dergelijk type kip. Nu, we moeten er wel de kanttekening bij maken dat het vaak zo is dat wat de consument zegt of neerschrijft in een enquête, dat dat niet altijd in lijn is met het werkelijk aankoopgedrag. En ook vanuit onze contacten met hoevenproducenten, met hoevenslagerijen, kregen we eigenlijk al meermaals het signaal dat zij met hun eigen product, met de productie van hun hoevenkip, eigenlijk niet kunnen voldoen aan de vraag van de consument. Dus vandaar hebben wij eigenlijk de handen in elkaar geslaan vanuit Inagro met het ILVO, het proefcentrum pluimveehouderij van Geel, de vakgroep landbouw-economie van de Universiteit van Gent en de Landsbond Pluimvee. De onderzoekers willen dan ook een grote inspraak vanuit de pluimveehouderij om dit concept mee vorm te geven. De conceptkip moet breed gedragen worden door de mensen in de praktijk. Het idee van het project is eigenlijk dat de concepten ontwikkeld worden vanuit de pluimveehouders zelf. Dat zij eigenlijk een groepering gaan vormen om het kip te gaan aanbieden aan de markt. Een beetje naar analogie van Tomabel in de tomatensector, waar eigenlijk een deel tomatendealers zich hebben gegroepeerd om een iets kwalitatiever product, een iets kwalitatievere tomaat dan de standaard tomaat te gaan aanbieden aan de markt. En die sector heeft wel oren naar de komst van een nieuw soort kip, op voorwaarde dat de consument bereid is de meerprijs te betalen. Als pluimveehouders geloven wij eigenlijk nog altijd sterk in de reguliere kip, omdat die qua kostprijs en qua duurzaamheid nog steeds eigenlijk in de bovenste schuif ligt. Maar als de consument, laten we zeggen, een vraag heeft naar extra, dan kunnen wij daar altijd gaan in meedenken. Maar natuurlijk, dat heeft een meerkost en dan vind ik dat ook dat de consument daar moet bewust van zijn. Als ze daar iets meer voor willen betalen, dan denk ik zeker dat er daar een markt voor is. En dan denk ik ook zeker dat pluimveehouders daar zeker in willen meedenken. Bij de conceptontwikkeling van de andere kip werd de rekening dus gehouden met meerdere factoren om onder andere het dierenwelzijn en de duurzaamheid bij de kippen te bevorderen. Wanneer men over nieuwe concepten gaat denken bij vleeskippen, dan wordt nogal vaak de link gelegd met een tragere groeiende kip. Maar dat bleek lang niet het enige dat van belang is bij dergelijke nieuwe strategieën. En dit bleek dan ook uit een denktank die georganiseerd werd binnen het project. Dus we hadden zowel de pluimveehouders die in de denktank aanwezig waren, die betrokken werden bij het project, als eigenlijk ook voederleveranciers, de mensen die werkten in de slachthuizen, als ook de warenhuizen. Dus eigenlijk van begin tot einde van de pluimveeketen was iedereen betrokken om eigenlijk zijn mening te geven over welke voorwaarden men belangrijk acht bij het lanceren van een nieuw concept. Het is dus duidelijk dat naast enkel type vleeskip er ook heel veel maatregelen getroffen kunnen worden op het pluimveebedrijf zelf. Wat bij stalinrichting bijvoorbeeld aan bod kwam, was de aanwezigheid van een wintertuin of de mogelijkheid om vrije uitloop te voorzien. Maar evengoed dacht men aan het voorzien van natuurlijk daglicht of verrijking of misschien ook een bezettingsgraad eigenlijk gaan reduceren. Dus een lagere bezettingsgraad gaan hanteren dan eigenlijk die gebruikt wordt bij een reguliere standaardkip. Voor het voeder dacht men ook aan verschillende zaken, ofwel bijvoorbeeld enkel plantaardige grondstoffen te gaan gebruiken, of misschien ook een deel van de overzeese soja die ingevoegd wordt in het voeder te gaan vervangen door alternatieve eiwitbronnen. Naast duurzaamheid en dierenwelzijn is ook het financiële plaatje van groot belang.
Het effect van bijvoorbeeld een traag groeiende kip op de productieprijs mag niet onderschat worden. Ten eerste gaat een traag groeiende kip veel langer moeten leven om hetzelfde slachtgewicht te bereiken dan een reguliere kip. En ten tweede gaan deze kippen ook veel meer voeder op eten om hetzelfde eindgewicht te behalen. Dus dit zorgt ervoor dat voor de traag groeiende kip de kosten hoger oplopen. Als bovendien dan ook nog een wintertuin aan de stal zou gebouwd worden, ja, dan loopt die kostprijs nog hoger op. Dus dit betekent dat de pluimveehouder een meerprijs moet krijgen voor een traaggroeiende kip in vergelijking met een reguliere kip. Wil hij hetzelfde saldo verdienen? Maar ook wanneer er gewerkt wordt met reguliere kippen, met verrijkingsmaterialen en een lagere stalbezetting, kan dat financiële gevolgen met zich meebrengen. Ook dat heeft weer een extra kostprijsverhoging tot gevolg. Dus ook hier zal de pluimveehouder toch een meerprijs moeten krijgen, wil hij hetzelfde saldo behalen dan met een reguliere kip in gangbare praktijkomstandigheden. In het project werd dus gekeken naar wat de effecten zijn op prestaties, vleeskwaliteit, welzijn en de smaak van de kip wanneer bepaalde voorwaarden gewijzigd worden tegenover een traditionele vleeskip. Wanneer we keken naar bijvoorbeeld het houden van een traaggroeier, dan bleek dat deze dus wel, zoals ook binnen de lijn van de verwachtingen lag, minder efficiënt was. Dus om tot op eenzelfde slachtleeftijd te komen, heeft een dergelijk dier meer voeder nodig. Ook wat betreft de vleeskwaliteit, er was een lager percentage borstfilet en algemeen een lager slachtrendement. Keken we dan weer naar bepaalde welzijnsparameters, bijvoorbeeld letsels aan de voetzolen of aan de hakken, dan bleek duidelijk dat bij traaggroeiende vleeskuikens deze minder frequent voorkwamen dan bij een snelgroeiende vleeskip. Omdat er ook vaak een associatie wordt gemaakt tussen een trager groeiende vleeskip die smaakt eigenlijk beter dan een reguliere kip, werd er ook een smaaktest uitgevoerd hier op het ILVO. Het resultaat toonde aan van deze proef dat er effectief een smaakverschil is tussen de beide. Er werd eigenlijk ook gevraagd naar de voorkeur, maar daar waren de meningen heel verdeeld. Dus er was geen uitgesproken voorkeur voor een trager groeier of voor een vleeskip. Maar het belangrijkste is dat er effectief een smaakverschil is. Een kip die zich bevindt tussen een volledige biokip en een reguliere vleeskip. Daar zit volgens de onderzoekers toekomstmuziek in. Zeker wanneer de huidige eetgewoontes van de consument in rekening worden gebracht. Dit alternatieve model wil een kip lanceren die binnen de huidige maatschappij past, waar dierenwelzijn naast ecologie een van die duurzaamheidsaspecten zijn.